Hey, hallo allemaal, welkom terug bij Motorvlog.nl. Mijn naam is Roy en ik ben even een lekker stukje aan het rijden. Het is nog even een paar uur mooi weer. En ik ben samen met mijn maatje Kevin. En ik heb wat extra camera opties. Want ik heb tegenwoordig ook de nieuwe Insta 360 X4. En dat is de camera die je daar ziet. En dat is de 3D camera. En dat is de eerste keer dat ik hem nu gebruik. Ik heb hem al 2 weken binnen, maar ik ben er gewoon niet aan toegekomen om het ding uit te proberen. Dus dit is ook meteen een probeerzochtje daarvoor. Werverplan. Dus ik rijd op de Honda CB500F. En Kevin rijdt op zijn Kawasaki Versus 1000. Degene die ik in de vorige video onderweg naar Motorsport Barendrecht, of Motorsport Barendrecht, voor mij nou, Motorstore Barendrecht gebruikte. Dus we zijn samen even op pad. En ja, we hopen dat het nog droog blijft, want we willen gewoon even een kort stukje rijden. Kevin heeft alweer even een poosje niet gereden, vanwege zijn werk. Ik ben heel erg benieuwd naar de Insta 360 X4, de allernieuwste. Ik stond echt op het punt om de X3 te gaan bestellen, omdat ik zoiets had van ja, ik wilde er toch gebruik van maken. En op dat moment, echt de dag daarvoor, was de X4 uitgekomen. Dus ja, meteen al mijn X4 besteld. Want voor het prijsverschil hoefde ik het niet te laten. Dus ik ben reuze benieuwd. Ik ga dadelijk ook wel proberen wat verschillende cameraposities te doen met dat ding. Dus we gaan het meemaken. Het is niet te warm, het is gewoon lekker zonnig, een beetje bewolkt. Ze geven zo meteen wel wat regen af, dus het wordt echt geen lang rondje. Even een stukje richting Barendrecht en dan jeuk aan mijn neus. Kijken of we er een leuk rondje van kunnen maken.
altijd als ik paardjes zie, dan druk ik even mijn koppeling in. Zodat de paardjes niet schrikken van eventuele plopjes. Daar heb ik een standaard uitlaat, dus dat valt op zich wel mee, maar toch. Even stoppen bij het tankstation. Dat luchtje daar wordt steeds zwart, hè? Ga lekker via Roon weer terug. Ga niet te ver weg. Voor de oplettende kijkers natuurlijk. Hierachter zat Motorstore Barendrecht, waar we de Suzuki hebben getest. We hebben net even getankt. Als jullie, ik zal het op die camera laten zien wat achter ons hangt. Die lucht wordt, oh kut. Oh sorry.
Die lucht wordt steeds zwarter. Dus ik denk dat het verstandig is dat we er een heel kort rondje van gaan maken. Want ik heb eigenlijk weinig zin om zometeen helemaal zeikers nat te regenen. En dat is voor Kevin ook niet leuk. Ik stond er net te kijken, ik denk, ik doe even de 360 camera meteen op een ander plekje. Maar ik krijg geen bevestigingspunten, de CB500. Ja, je hoeft niet duidelijk te maken dat ik je niet mag passeren hoor. Met de BMW. Ik vroeg me al af waarom dat rode autootje niet doorreed, maar dat ding gaat gewoon niet harder. Nog niet. Ja, brommobiels mogen het op de rode weg. Dus ja. Dit is een hele spannende video met veel scherpe bochten en ja, weet je, ik ben blij dat die dingen er zijn. Sommige mensen kunnen gewoon niet zonder, weet je wel. Als je wat minder goed te been bent, is dit ideaal. Fietsen waar dat geen optie is. En je bent een dag jou hoor. Zo, ik zou denk je wel grind liggen. Iets zegt mij dat we te laat gaan komen thuis. En dat contrast ook eigenlijk, hè? Daar is het nog redelijk weer en daar is het ook bijna nacht. Ik ben trouwens benieuwd hoe de 360 camera dat oppakt. Dus als ik van die kant naar die kant ga.
ben sowieso trouwens benieuwd naar de beeldkwaliteit. Dat is 8K dat ding, hè? 8K, als het goed is, had ik het goed zeg, 32 frames. Dat was de MX-30. Elektrische Mazda. Ja, weet je, dit is ook meteen een mooie test voor de camera. Ja, als het niet mooi weer is, hoe worden de beelden dan? Ik denk dat het net aan wordt dat we droog thuis komen. Ik zit echt zo net het luchtje te kijken. Ik denk, nee. Ja, dat. En wie zegt dat een Honda CB500 even versus 1000 niet bij kan houden? Hey, maar het begint een beetje donker te worden, dus wij gaan afronden. Dit was een hele korte video. Even een rondje voor te kijken wat de Insta 360 X4 gaat doen. En het begint nu inderdaad te druppelen en dat scheelt wel, we zijn er bijna thuis. Maar en even een lekker rondje voor mijn maatje, dat hij weer eventjes heeft kunnen rijden. Bedankt voor het kijken, laat een like achter als je hem leuk vond. En laat me even in de reacties weten wat je van de Insta 360 beelden vindt. En dan zie ik jullie weer bij een volgende video. Laters!